Ja, we zijn, zoals u weet, vanaf dag 1 eigenlijk na de verkiezing zijn we al stevig bezig geweest om op het veld te gaan. Aanstaande zaterdag hebben we een grote Opoyari happening met onze vrienden van de ABOP. En wij verwachten daar ook duizenden mensen, net zoals we in december duizenden mensen hadden. En jammer genoeg gaan we ook verwachten dat we na deze vergadering van zaterdag weer aan karaktermoord gaat worden gedaan op de partij. U weet het, een paar dagen na de vergadering was het gelijk een aanval op de partij. Een ene meneer Breveld had zelf beweerd dat de mensen daar komen voor een bordje eten en daar gaan we op antwoord geven. Meneer Glenn, met alle respect voor ieder, wij gaan niet meer toelaten dat er karaktermoord op onze partij wordt gepleegd. De duizenden die gaan komen zaterdag gaan niet komen voor een bordje eten. Maar uno cosi, toch? Nee, wat zegt u? Uno cosi, toch? Nee, u kent mij. Ja, dat is het. Die komen niet voor een bordje eten, die komen omdat zij beseffen dat zij de afgelopen twee verkiezingen zijn misleid en verleid. En dat beseffen ze nu, zij beseffen ook dat ze dat niet meer gaan toelaten. En dat is de hoofdreden dat het weer druk gaat worden. Niet omdat ze blij zijn met de situatie in het land, maar omdat ze weten dat alleen Per Tjaajeloor hun kan vertegenwoordigen. Dus nogmaals, verwacht een grote drukte. Waarschijnlijk wordt er ook een optocht gehouden. Dus het is voor ons makkelijk om weer groot te worden, omdat onze mensen zijn misleid. Dus voor ons is het geen moeite om weer die 6-7 zetels te halen. We moeten natuurlijk wel oppassen met de ronselaars. Dat is waar we ons erg druk om maken. We hebben zelfs een berekening gemaakt. Laten we de basis nemen. En iedere partij heeft een basis, een etnische basis. Zo heeft de PL ook een basis, Chowo. Als je 60.000 kiesgerechtigde Chowo hebt en 10% wordt aangezet door andere groepen om tegen die partij te zijn, moet je toch rekening houden met 6.000 mensen op het veld die gaan zeggen, pijl is dit, pijl is dat. Dus dat is het enige wat mij zorgen baart, de ronselaars. Maar de partij ziet er goed uit, u heeft het gezien in december. En straks over een paar dagen gaan we groots uitpakken in Ikeri. Een echte volksmanifestatie met de ABOP erbij natuurlijk. Oké, minister Bronto, het is niet alleen iets van PL. Jullie doen het samen met de ABOP of ja, hebben jullie de ABOP uitgenodigd? Nee, wij doen eigenlijk alles samen met de ABOP. Dus de ABOP gaat er wezenlijk deel van uitmaken. We hebben dat ook besproken. De vicepresident komt praten. Voorzitter van het parlement komt praten. Dus wij proberen nu de structuren bij elkaar te brengen. Om de samenwerking, dat iedereen de samenwerking begrijpt. Dat iedereen begrijpt als jij richting... Wij zijn natuurlijk een combinatie gebaseerd op sociaal gevoel. Als je die richting op wilt, als je niet wilt dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt, dan moeten ook de derde, vierde, vijfde, zesde lijn van de combinatie begrijpen dat de samenwerking belangrijk is. De eerste lijn begrijpt het, de tweede lijn begrijpt het, maar we moeten ervoor zorgen dat iedereen het begrijpt. En dat is de kunst nu.